En die heb ik besteld bij Amazon. Amazon. Ja, dat zei ik. En Timo, oh ja, Timo die is erbij. Timo, dat hoeft niet. Dan wil je ook de appelbond, hè? Ja, maar je hoeft me niet na te doen. Nou, dat is zo voor deze onderbreking, jongens. Nou ja. Hier achterop hebben we een schakelaar waarmee je hem in demo en normaal kan zetten. In de echte game. In demo heb je gewoon een snel spel. Even. En dan is mijn opa die een boer liet. Slecht, heel slecht. Nou, en als je highschool hebt, zul je zien dat het ding disco face shout. Ook zeggen wat de kleur is van de game. Wow! Wat is dit? Oh, tuurlijk, hij stond in de demo. En ja, jongens. De highscore die wordt gereset zodra je hem in de demo stand zet. Niet meteen als je hem erin zet, maar zodra je hem in de demo aanzet, ja. Zou die je highscore vergeten. Nu gaan we door met de games. Als je hier bent, dan zet je hem aan. Dan zie je dit. En dan zie je allemaal kleuren. En elke kleur is een ander soort game. De blauwe gaan we mee beginnen. Dus catch me. En dan zegt hij gewoon purple. Dat is een kookwekker. En dan is de bedoeling, ja, en het verandert ook. De Rave zou in een potje telkens aangeven welke kleur je moet vangen. Je moet hem vangen en je moet hem proberen zoveel mogelijk te pakken. En er zo weinig mogelijk over te slaan. En zodra je er heel veel gemist hebt, of heel vaak fout tikt, wordt het spel geëindigd. En dan zou Rave je score bekendmaken. En ook laten horen of je highscore hebt of niet. En dit is echt kei moeilijk, dus het gaat echt zo snel als iets. En dan kan het voor een meter bijhouden. Oh, kei veel. Holy shit. Nou ja, ik heb dus high score, dan geeft hij een disco kleur. En als je de game wilt, zeg maar, ja, welke game je wilt, dan tik je op. En als je helemaal niks had, ga even lekker luieren. Dan doet hij daarna zo tjut. Tjut. En dan de ledjes ook een beetje raar. En als je wel wat punten hebt, maar niet je highscore. Auw. Hoe doet hij dat? Als je de highscore wil horen, dan hou je je hand 1 seconde op de game waarvoor je de highscore wil horen. Dan gaan we door naar de roze. Dat is join.
dan zegt hij green en dan dat is groen en dan zie je dus twee groene en die streep je naar elkaar toe. Yellow. En nu is het yellow, dan doe je hetzelfde met geel. En dan gaat het telkens sneller. En je hebt ook een maximale score. Dus 165. Green, purple, blue, faster now, yellow, red. Die. Wrong color. Your score is 126. Ja, jongens, we gaan het nog één keer proberen. Dan ga ik helemaal niet praten. En je gaat een beetje boven dit ding hangen. We gaan proberen te winnen. Eén keer maar, hè. Dus niet dat je dadelijk een uur naar een job zit te kijken die niet kan winnen. Dus ik zeg nu een tijdje niks. Faster now, green. Keep going, red. Your score is 165. Maximum score. Dat zegt hij dus als je gewonnen hebt. Het is me gelukt om te winnen. Yippie-yay-yay. Oké. En wat doe jij? Nee, dat was ik. En als je op... dan gaan we door... Sorry jongens. We gaan nu door met de rode. Dat is Make Music. Dat is eigenlijk niet echt een spel, maar dan kan je gewoon muziek maken. Je kan wel dingen aanzetten. Zo klinkt roze. Zo klinkt blauw. Zo klinkt rood. En zo klinkt geel. En zo klinkt groen. En je kan dus meerdere aanzetten. Dus stel ik wil die. Wow. Stel ik wil dit. Dit. En dit. Hey, hallo. Allemaal hoor, dan zet je die dus aan. Die. Oh, die. En die. Als je allemaal aanzet, klinkt het zo. Maar dat hoeft nog niet. En je kan ze ook inhouden. Dat klinkt blauw zo. Een paars zo. Rood zo. Zo geel. En zo groen. Oké, en dan, dat was het. En dan gaan we door naar follow. Ja, jij kan die kleine dan pakken. Dat is de gele. Dan is het is een soort Simon game, dan zegt hij blauw, dan druk je blauw. Red, blue. Wat zeg je nou, Simon? Nee, dat is waar. Als jullie iets horen, jongens, dan maak je het dan weer. Gaat het niet op dat keyword spelen? Nee. Timo, als het niet belangrijk is, dan zeg je het al. Ja, het is dus zo. Lekker jongens. Purple, green, yellow. Green, purple, white. Wat was dat? Dat was de tablet. Dat was een heel erg geluid. Dat heb ik nog nooit gehoord. En ik ben ook vreselijk verkouden. Ik weet het niet meer. Ik ben ook verkouden jongens. Wat? Misschien moet je niet je neus vasthouden en dan gaan doen. Ja,
best wel heel als dat doet. Nou, dan gaan we naar de laatste game. Te schoenen niet. Remember. En dan is de bedoeling dat... Je ziet een volgorde. Rood, 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 geel, geel. En dan gaat hij hutselen. Dat is de bedoeling. Oh. Dat je al die dingen op de goede volgorde zet. Het gaat een beetje fout. En dan zou hij ook weer de volgende. Wit, wit. Ik wou gaan fluiten voor de video, maar nu niet. Wit, wit, groen, wit, groen. Oké, hutselen. Oké. Wit, wit, groen. Zo. En zo doe je dat dus na. Roze, groen, groen, blauw, blauw. Ja, Maggie. Roze, groen, groen, blauw, blauw. Hop. Dat was gelicht. Geel, wit, roze, blauw, groen. Geel, wit, roze, blauw, groen. Geel, wit, roze, blauw, groen. Geel, wit. Ja, weet ik. Oh god. Wit. Roze. Nou. Heb je maar zo weinig tijd? Oh! Oh! 84! Oké, jongens. Ja, jongens, omdat het zo kort duurde, ik heb dit een beetje ingekort. Zodat het niet zo lang duurde voor jou. Dat was Brave. Ga nou oprotten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie je op mijn kanaal. En volg ook even op Instagram. Boelie_Rambo. Met zonder profiel. Dus alvast dank jullie wel. En dan zeg ik nu. Later. Oh.